Hoi, ik ben Frank en welkom bij Inland Rabbit Chili Peper Mysterie. En het mysterie vandaag is een leuke, ik heb er zin in. De Hers Jalapeno Flavored Cheese Curls. Het is een beetje zoals ze in Nederland Chipito hebben van die... Ja, ik zal het zo laten zien als de zak open is. Chipjes, kaaschipjes met jalapeno smaak dus. Ik ga niet de ingrediënten plezen, want het is nogal veel en het zijn kleine rotletters. Dus het is in ieder geval chipotle, dus gerookte jalapeno poeder in en cheddar kaas smaak. En Hershey's in Amerika best wel een bekend merk. Het zit in snoep- en snackautomaten. Dus ik ben benieuwd. En deze is niet heel gebruikelijk. Deze variant, deze jalapeno variant, want overal zie je in Amerika, of nou ja, niet overal, op veel plekken in Amerika zie je deze, de Carolina Reaper flavored cheese curls. Die ga ik later even behandelen. Ik ben benieuwd of die inderdaad ook heet zijn en naar Carolina Reaper smaken. Maar juist omdat je deze minder snel ziet, ga ik die eerst even doen. Ik verwacht niet dat het heet is, maar ik ben blij als het naar jalapeno smaakt, weet je wel, als de smaak echt goed is. Ik ben benieuwd. En ik zie dat ik... Nee, ik heb even geen poeder bij de hand. Mocht het nou niet heet zijn, dan kan je er altijd wat poeder in doen. Of je doet het even in een schaaltje en je husselt dat schaaltje door elkaar en dan... Met reaperpoeder of ghost pepperpoeder of net wat je in huis hebt, kan je het altijd heter maken. Dat vind ik altijd een goed idee. Ik zou zeggen, trek dan wel even handschoenen aan. Want ja, als je misschien daarna in je ogen zit te wrijven, dan is dat niet zo'n goed idee. En we gaan het gewoon proberen. Kaas ruik ik wel. En ik ruik een beetje een bittertje. Het kan best een jalapeno zijn, dat een beetje dat bittere. Maar echt dat rokerige van die chipotle poeder, dat ruik ik niet echt. Ja, een beetje een bekende vorm wat ik al zei. Het is een soort chipito-achtig kaas, chippy. Ja, is toch best wel een beetje rokerig. En die kaas, goede lekkere kaassmaak. Toch een beetje dat Mexicaanse tintje, weet je wel. Als je burrito's maakt of zo bijvoorbeeld, of chili con carne met chipotle en adobo saus. Zoiets, weet je wel. Maar... Ja, ik vind hem wel duidelijk jalapeno smaak hebben. Ik had dat persoonlijk, moet ik zeggen, niet verwacht. Ik vind het lekker. Jalapeno smaak, kaassmaak. Het is geen overdreven, overheersende jalapeno smaak hoor. Het is gewoon een klein beetje. Maar je proeft het wel in je keel. Zo. Sorry, ik blijf maar eten. Dan heb ik geen tijd om te praten. mijn hitteschaal. Ik zei het in een andere review ook al. Jalapeno's is voor mij ook een beetje moeilijk inschatten. Haalt het net wel een 1 van 1 tot 10 op mijn hitteschaal of net niet. Iemand anders misschien 5 punten hoger, 4 punten hoger. Dus dan zit je ja, op een 5 of zo, of een 4 qua hitte. Voor iemand die echt geen pepers gewend is. Maar... Laatste.
Laatste voor deze video dan. Ik eet het zakje gewoon op natuurlijk. Dat snappen jullie wel. Ja. Maar is het voor iemand anders echt heet? Ja, het is vermoedelijk mij moeilijk inschatten. Jalapeno vind ik persoonlijk nooit zo heet. Ik heb mensen die het heel heet vinden. Dus zeg maar een 4 of een 5 op schaal van hitte. Nou. Ja, zoiets denk ik. Voor iemand anders, als je echt niks gewend bent, zeker een 5. Misschien zelfs wel een 6, maar dat lijkt me toch overdreven. Voor deze jalapeno cheese flavored curls. Jalapeno flavored cheese curls. Ik had het bijna goed. van Hersh. Goed spul, ja. Het zijn de Hersh Carolina Reaper flavored cheese curls. Eerder heb ik al de jalapeno flavored gehad. Die waren niet zo heet, maar ze smaakten wel naar jalapeno. Ze verrast me heel erg. Ik vond het lekker. Deze zou scorching hot moeten wezen. Dus echt heel heet, weet je wel. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Dus dat is leuk. Mooi Carolina Reaper chips op. Dus we gaan het zien. Het zijn weer een soort chipito-achtige kaasstengeltjes. Het ruikt gewoon naar kaas. En ze proeft het ook. Even eentje van meer onderuit pakken. Want nee. Ja, oké. Okay. Iets meer hitte dan de jalapeno. Die heb ik geloof ik een 1 gegeven. Helemaal onderuit. Ja, daar ongeveer. Kijk of dat helpt. Nee. Nee, ik zou deze geen 2 geven. Geen 2 op de schaal van 1 tot 10. Op mijn hitteschaal. Dus het is heter, maar het is niet super veel heter. Dan de jalapeno chips, die vond ik al best wel wat hitte hebben. Ik had minder verwacht. Want ik al zei, die scoorde tussen een half en een 1, geloof ik. Dit, ja, denk anderhalf. Nou, wel lekker. En het heeft achter mijn keel ja, een heel klein beetje iets, weet je wel. Nou, bij de jalapeno chips heel erg jalapeno proefde. Proef ik bij deze chips niet per se Reaper. Behalve dat die Kilburn een heel klein beetje Reaper-achtig is. Maar de smaak van Reapers? Nee. Maar wel lekker. Ik zou zeggen dat deze iets zouter zijn dan jalapeno. Die waren ook al vrij zout, maar ik zeg dat deze nog iets zouter zijn. Dat is wel wat jammer. Verder wel lekker. En iets heter dan de jalapeno. Ik zei anderhalf, dus iemand anders een 5 punten hoger. Maar ik denk dat ik de jalapeno eigenlijk lekkerder vind. Ja, die smaken echt naar jalapeno en dit smaakt niet per se naar Reaper.
Wel lekker dus, deze Carolina Reaper flavored cheese curls van Hers. Persoonlijk zou het jalapeno kopen. Als je ze ziet liggen, die vind ik beter. Deze zijn ook wel lekker, maar niet echt heet. Of eigenlijk echt niet heet. Makkelijk op te lossen om er even wat poeder doorheen te strooien. Wat peperpoeder, misschien Carolina Reaper poeder of ja, wat voor poeder je in huis hebt. Dus zeker doen. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik eet er straks nog even verder van. Wow, ik heb opeens hele rode handen, maar ja, dat is niet alles. Als je het filmpje hebt gezien, dan ben je sausmaker, peperteler, eet snackmaker. En je denkt, heel leuk, dat wil ik ook. Dan heb ik even contact op mijn e-mail, mijn Facebook bedrijfspagina. Voor mijn andere kijkers hetzelfde. Kijk vooral ook even op mijn Instagram, daar heb ik ook allemaal foto's staan en zo, echt leuk. Laat even een comment achter hieronder, vind ik altijd leuk als je dat doet. En hier komt zo'n logotje, kan je op klikken, ben je subscribed. Ja, ook leuk als je dat doet. Zou ik voor nu zeggen, onthoud het, was Man in the Green Coat, zie ik jullie de volgende keer, doei!